Maar we gaan eerst naar Frank, want het provinciehuis in Zwolle kreeg onverwachts bezoek vandaag. Bezoek van een beroepsgroep die we de afgelopen jaren wel vaker aan de deur van provinciehuizen hebben gezien. Het was een tijdje rustig, maar gisteravond met een stuk of 200 bij het Overijsselse provinciehuis. Deze boeren die zijn boos over de strenge wet- en regelgeving vanuit Brussel. Met het oog op die EU-top vandaag lieten zij dus van zich horen op de vooravond daarvan met post voor de BBB-gedeputeerde daar ter plaatse. Die heet Maurits van Martels. Maak je hard om die strenge mestregels van tafel te krijgen. En wij belden eens even met hem of dat hij die post ook goed heeft ontvangen. Men vindt dat de regelgeving is doorgeschoten. En men vindt dat ook zowel de Nederlandse als de provinciale overheden te snel nu van plan zijn om al die regels in beleid te vervatten. En dat betekent dat dat nogal wat consequenties heeft op bedrijfsniveau. En men is echt bang voor de toekomst. En Brussel moet zo snel mogelijk de regelgeving versoepelen. Want men is wel degelijk bereid om, als het gaat om duurzaamheid, om maatregelen ten aanzien hiervan te nemen. Maar het is op een gegeven moment niet meer realistisch. Meneer Brouw, dit is bij u om de hoek. Ja, dat klopt. Kampen, Zwolle ligt bij elkaar. Er zitten 2 spoorverbindingen tussen 5 minuten met de trein. Maar ik denk dat de boeren hier een goede postbode aan hebben. Want Maurits van Martels weet waar hij het over heeft. Hij is zelf ook agrariër en boer geweest. Mm-hmm. Dus tegelijkertijd, het is een boodschap voor Brussel. En Brussel en de EU moeten ook gewoon goed zorgen voor goed landbouwbeleid in Nederland. Maar aan deze gedeputeerden kunnen ze denk ik wel een boodschap kwijt. We gaan het zien hoe dit verder gaat aflopen. We gaan eerst naar een duistere verkeerskwestie in Aden.